Zondag 28 juni 2015 was het weer zover. Voor de tweede keer stond er een kinderwagenparade op het programma. Een optocht van kinder- en poppenwagens uit de vorige eeuw organiseert het Museum van de 20e Eeuw. In samenwerking met het Poppen- en Kinderwagenmuseum uit Lelystad. Ook dit jaar trok de stoet weer veel bekijks. Deze unieke parade vertrok vanaf het museum van de 20e eeuw, waar al veel mensen klaar stonden om een glimp op te vangen van deze bijzondere gelegenheid. Vorig jaar was deze parade een doorslaand succes. Maar ook dit jaar deed de parade niet onder aan het voorgaande jaar. Mede door het fantastische weer en het enthousiasme van degene die zich opwierpen als duwer. Zo'n 20 wagens en enkele poppenwagens, zelfs enkele uit eigen collectie, paradeerden deze dag door het havengebied en richting Rode Steen, waarbij ook Westerhaven niet vergeten werd. Hé, mevrouw, u snapt toch wel dat dat geen echt kind is? Nadat de stoet door de prachtige binnenstad van Hoorn heen was getrokken, eindigde deze welvertrouwd terug bij het museum, om daar nog even rustig uit te rollen.